De VVD ging de verkiezingen in als de partij voor de hardwerkende man. Maar na het regeerakkoord blijkt er helemaal niets meer van. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Hoe zit het nou met die hardwerkende Nederlander bij jullie? Nou, die hardwerkende Nederlander, die... Ja, die is goed, die Sjaak. Die krijgt het nog zwaar, inderdaad. Ja, en jullie zouden ervoor staan en dat is dus niet gebleken. Nou, we staan er nog steeds voor, maar... Ja, daarachter om zo hoepen de poep in de ravijn te sodemieteren. We voelen ons een beetje gepakt. Nou ja, dat is een sentiment wat ik hem op zichzelf kan voorstellen. Wij denken altijd aan de hardwerkende Nederlander, maar er zijn harde maatregelen. Het zijn harde maatregelen, dat is zo. Het is natuurlijk wel kiezersbedrog. Nou, die termen zou ik eigenlijk niet willen noemen. Iedereen... Ja, ik wel hoor, want de hypotheekrente aftrek, we staan ervoor als een huis. Nou, niet mag dus. Mag je doen. Thanks. Over de hardwerkende Nederlander. Stonden jullie toch voor? Ja, dat doen we nog steeds, maar we zeker wel. We zouden 1000 ballen krijgen, de hypotheekrente aftrek zou ongewijzigd blijven. Wat natuurlijk wel gek was, in de campagne voor de verkiezingen zei Mark Rutte, iedereen krijgt 1000 euro. En ongeveer de eerste zin die hij uitsprak bij de presentatie van het akkoord was, iedereen moet 1000 euro bijdragen. Dan denk ik, heb ik het nou verkeerd gehoord voor de verkiezingen of heeft hij toch verkeerd gezegd? Nou, ik denk dat we er gewoon met z'n allen zijn ingenaaid. Nou ja, zo zou ik dat dan weer niet zeggen. Ja, dat deed ik net wel, hè. Ja, dat doe jij weer wel, ja. Het is hard, maar het is wel eerlijk. Nou, dat is niet eerlijk, hè? Want natuurlijk zeggen wij staan voor de hypotheekrenteaftrek en dat blijkt niet waar te zijn. Jullie krijgen 1000 ballen terug en dat blijkt niet waar te zijn. Dat is niet eerlijk, hè? Dat is juist oneerlijk. Of kiezersbedrog. De VVD die zou opkomen voor de hardwerkende Nederlanders. Nou, dat doen ze dus niet. Nee, dat kun je wel concluderen, ja. Kijk, dat jullie dat niet doen, prima. Maar zij zouden het wel doen, toch? Ja, wij doen het juist wel. Ik geef wel toe dat als je kijkt waar de VVD de kiezers, zeg maar, heeft beloofd wat ze zouden gaan doen en wat er nu in het regeerakkoord is terechtgekomen, dat sommige kiezers misschien wel een beetje spijt van hun stem zullen hebben, ja. Ik denk dat Werkend Nederland het gaat merken. En daarom was het ook niet verstandig dat je zegt, we krijgen allemaal 1000 euro. Want hij heeft gisteren eerlijk moeten zeggen, we gaan allemaal 1000 euro betalen. Bij compromissen hoort dat je mensen moet teleurstellen. Dat gebeurt nu. En dat is gelukt ook. En dat die hardwerkende man zich in zijn zak getast voelt, dat zal er wel. Nee. Nee. Nee, want die vrouw die voelt zich ook genomen. Ja, hallo, wat krijgen we nou zeg? Wordt er nou weer een vrouw genomen? Waar hebben we het nou nog over? Nee, wij blijven geëmancipeerd. Hè? Dus die man en die vrouw allebei keihard eraan trekken. Dus die man die wordt in zijn zak getast. Die vrouw wordt keihard genomen en nu moeten ze eraan trekken. Nee, we gaan het niet al te fysiek maken, want... Daar bent u mee bezig. En die 1000 ballen, komt die nog? Ja, daar kan ik geen mededeling over doen. Kijk, in het regeerakkoord staat alles in. Ja, daar staat hij dus niet in. Ik wil mijn 1000 ballen.